Zoals jullie zien sta ik hier vandaag alleen. Kevin weet een beetje van de warmte, hij is hier juist flauw gevallen. Zie. Hallo. Grapje. Maar ik ga vandaag het liedje Mamma Mia zingen. En dat is speciaal voor Jacqueline de Mulder. Een van onze fans eigenlijk van bij het begin ook al. Ze is een van de meeste luide stemmen in ons publiek meestal. Hè. Je hoort daar overal door. Hè. Als ze zij begint te lachen, dan is het de moeite. Dan heeft iedereen het gehoord. Hè. Ja, dat is wel een hele lieve. En vandaag willen we dus voor haar speciaal een liedje zingen. Een van haar favorieten van mij. En het is Mamma Mia dus. En ik heb ze eigenlijk van sindsdien zo beginnen noemen ook. Hè. Onze Mamma Mia. Dus dat is speciaal voor haar. Oké, we gaan eraan beginnen. Hè. Mamma Mia, speciaal voor Jacqueline. En ik hoop dat ze er toch een beetje van genoten heeft. Voor de rest van de dag, ja, denk ik dat de mensen zeer voorzichtig moeten omspringen met de zon. Want ze steekt, het is echt, het is heel warm buiten. Morgen nog warmer. Morgen geven ze nog warmer weer, dus genoeg drinken, goed insmeren. Ja, opletten is de boodschap, ja. Want voordat je het weet, heb je een zonneslag. Zeg dat, Mamma Mia. En ik kan het weten, want ik heb al meer dan één keer een zonneslag gehad. Ik ben daar heel zwak aan. Dus voor mij hoeft niet
zo warm te zijn. Nee. Een paar graden minder zou eigenlijk ideaal zijn. Ik spreek waarschijnlijk veel mensen tegen ze, maar... Dat is mijn goesting. Ja. Ja, we komen ook morgen weer terug, want we zijn nog altijd geen 1 juli. Dus dat wil zeggen dat we nu aan onze laatste week begonnen zijn eigenlijk met liedjes elke dag. En daarom ja, zijn we nu nog altijd ons lijstje aan het opgebruiken, hè, wat dat er nog allemaal op staat. Zo staat er ook nog My Way op. Dat is misschien een leuke ook om er morgen in te steken. En we hebben hier juist eens iets geoefend, een klein beetje. En dat is I Can See Clearly Now. Jullie kennen dat toch, hè? I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Allee, dus I Can See Clearly Now of My Way. I did it. My way. Dus jullie kiezen mee, hè. Want ja, jullie zijn een beetje baas, hè, thuis. Op de optredens kiezen wij meestal zelf, maar ja, thuis zijn jullie de baas. Ja. Nu, ja, het is bijna gedaan, zo, mijn baas. Dus, ja. We gaan dat sowieso nog elke week iets opzetten. En ja, zijn er dan nog speciale verzoekjes zeker doorsturen? De vaste dag doen, of? Ah, wel, ik weet het nog niet, omdat wij soms ook optredens hebben, zowel op zaterdag als zondag. En dat we gaan kijken wat het gemakkelijkste is voor ons om op te plaatsen. Dus laat gerust weten en wij zetten de filmpjes dan sowieso nog wel altijd online. Dat kan dan niet meer alle dagen, we hebben dan ook natuurlijk onze bezigheid weer. Maar sowieso, we gaan dat wel proberen elke week zeker nog 1 keer te doen. En misschien een keer live gaan ook, hè? Op de optredens gaan we dat ook meer en meer beginnen doen, omdat we toch ook gemerkt hebben dat de nood bij vele mensen hoog is om erbij te kunnen zijn, zelf al zijn ze er niet bij. Ja. Dus dat gaan we wel blijven doen. Het is dat. Dat blijft bij hier in het corona, hè, nu. En voor, moeten... rest, en voor de rest, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Ah, ik dacht te zeggen, ze schijnt te veel te hard. Ah, wel, wat ik hier nog dacht te zeggen, ik zie hier juist een mailtje toekomen. En dat mailtje, dat gaat over de Veiligheidsraad. En blijkbaar mogen vanaf 1 juli de pretparken ook weer open, de binnenspeeltuinen. De... En denk ik 200 man binnen en 400 man buiten. Ja, maar die 200 man binnen is ook met voorwaarden, hoor. Ja. Want 200 man moet meestal een zaal zijn van dubbele capaciteit. Omdat je minstens altijd 1 persoon moet tussenlaten. Ja. Dus het is niet allemaal gemakkelijk, maar we gaan wel zien hoe dat we eruit geraken. En ik hoop dat we er samen uit geraken. En we zien jullie morgen terug met My Way of I Can See Clearly Now. Tadaa!